Het leven in de stad wordt nog steeds gedomineerd door de sneeuw. De politie parkeert vanwege de sneeuwval onder toeziend oog van de rechtbank haar auto's op de stoep. Auto's glijden weg, de sneeuwruimers en zoutstrooiers zijn allemaal op pad, maar kunnen het werk niet aan. Het huisvuil in de stad wordt slechts mondjesmaat opgehaald. We halen geen groen meer, groen huisvuil, dat is biobakafval, groente, fruit en tuinafval, dat halen we dit jaar niet meer op. Deze week kunnen mensen die normaal aan de beurt zijn voor het grijze afval, dus de grijze minicontainers, die kunnen ze aan straat zetten. Wij doen ons best om zoveel mogelijk containers leeg te halen. Maar ik denk dat we niet overal nog bij kunnen. Maar die mensen kunnen dan volgende week, op de dag dat ze anders groen buiten hadden gezet, alsnog hun grijze container aan de straat zetten en dan zullen we die leeg halen. Met de kerst voor de deur is de afvalstroom toch al groter dan normaal. Dat zullen we dan ook met enige coulance benaderen. Dus als er hier en daar een zak naast staat, dan maken we daar geen punt van. Het sneeuwruimen vordert ook maar moeizaam. Ook de burgers zijn het sneeuwruimen voor hun huis moe. Veel straten in de wijken zijn nog steeds bedolven onder een dikke laag sneeuw. De bewoners vragen zich af, wat doen ze daar eigenlijk? Wij strooien en schuiven met man en macht. Aan de andere kant, ik kan me wel voorstellen dat mensen denken, ja, waarom komen ze niet bij mij in de straat? De routes die wij strooien, dat is nu een lengte van al 700 kilometer. En daar hebben we maar een beperkt aantal voertuigen voor. En jaarlijks maken wij een soort overzicht, een winterdienstregeling. Daar staat in waar we strooien. En in andere straten, daar komen we gewoon niet aan toe. Vanuit de Duinkerkenstraat rijden alle veeg- en strooiwagens uit, in drie ploegen, om de 700 kilometer aan hoofdroutes door de stad schoon te houden. Na iedere sneeuwbui moeten de hoofdroutes weer opnieuw sneeuwvrij gemaakt worden. Ongeveer 1400 ton hebben we sinds vorige week woensdagavond uitgestrooid. Verantwoordelijk wethouder Jannie Visser laat weten dat vanaf vandaag ook begonnen wordt met het sneeuwruimen in de wijken. De Milieudienst heeft de hoofdroutes nu redelijk onder controle. Aan het eind van de week wordt dooi verwacht.